Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe aflevering van mij. Ik ben hier in Splestopia samen met Femke Lars en die heeft een nieuw uiterlijk. Yay! En ik ben hier ook hier voor mijn loterij, want de bordjes zijn opgehangen en je kan nu zien wat jij hebt gewonnen. De Foxy helm, de Foxy masker en de taart zijn al opgehaald door de gelukkige winnaar. En Yay! Wat? Ik heb iets! Wat? Wat? Ik heb 14. Serieus? Ja. Iedere ik had 14 8 in 1. Ik heb de leuk. Fantastische appel. Yay. Maar tot nu toe, iedereen die hier is geweest, heeft wat gewonnen. Die Mikiki won de taart. De politieagent Gundy won die masker. En jij wint nou een fantastische appel. Ja. Mag ik en, mag... de loten? Ja, ik haal hem wel even op. Oké, okay, ik... Kom zo aan. Oh, en hier hebben wij... iemand, het witte meisje met mooie kleding. Mag ik jouw lotus zien, mevrouw? Stiekem zit ze gewoon naast mij hier, hoor. Dus. Ik had lot 4. Heb jij lot 4? Ik had 4 en 9. Wat? Ja, huh? Dat klopt wel. Hoe heeft hij... Nee, heeft hij alles eruit gehaald? Oh nee, ik vroeg aan BT'en of hij, ik vroeg aan hem, wil jij eventjes, ik gaf hem een boekje waar dat allemaal netjes in is, dan heeft hij neergezet. Maar waarom heeft hij nou alles eruit gewist ofzo, hij heeft alles weggegumd. Weet jij waarom Busink een iron chestplate aan heeft? Een wat? Een iron chestplate. Iron? Ja, volgens mij is het iron. Anders heeft ze het heel goed, heeft ze een... Wat goedkope dingen heel duur laten lijken. Raar. Nee, dat zeg ik net, Julia. Dat heeft BT gewist. Dus ik weet niet of jij... Maar hoe kan... Ik 4 stond toch al aangegeven? Ja, maar jij had toch al wat? Of... Ja, ik had al een fantastische appel. Maar eigenlijk... Ja, jij had al een fantastische appel. Maar een fantastische appel mag eigenlijk niet hebben. Nou, dat is nou eenmaal met de loterij. Je wint iets wat je wel wil of iets wat je niet wil. Nee, ik bedoel, kijk, dat is 14. En ik had 4. En 4... Hoor hier, maar hey. 14 denk ik hier. Gaat vies. Oh, huh? Ja? Geef mij. Ik heb ook de 2 die ik niet, waar ik niks mee heb gewonnen. 14, dat is de gouden appel. Ja, ik pak hem. Ik wil wel, ja pak jij maar. Let wel op dat hij niet wegspringt. Want maar als hij overblijft, mag ik hem dan... Ik heb hem. Oké, okay, dan heb ik er 3. Je hebt best mooie arm hoor. Ja. De winkeleigenaar is niet online. Maar als iemand hier een lot komt ophalen, en ik ben er niet, dan moet je wel kijken of er echt staat bij goudvis 02, hè? En yep. Ze moeten, vraag ook gewoon, ook al winst niet, alle loten wil ik inleveren. Want bij de volgende loterij, als ze er misschien een lot bewaren, hebben ze dus... Is die ja. Nog een. Okay. En ja, de prijzen die pak je gewoon uit de vitrine. Ja. Oh, wacht even. Ja? Oké. Okay. Joop, ik moet zometeen nog even iets in de ideeën beschooien. Oh, heb je een idee? Ja. Wat dan? En dat moet ze echt, want ik ben continu bezig met mijn geld vergroten. Maar ze moeten daar echt een automatisch iets van maken hoor. Anders ben ik echt eeuwig bezig. Oké, okay, hier staan allemaal mee. Ja, Lini Kiki, die heeft gewoon één zwerm gekomen. Die heette Sam, Brandon, Remco en Luke. Dat zijn al die staf, mensjes. Mm. Wat is er met dingen? Gunzalf heeft net al iemand opgepakt en tegen de muur. Hij was net zeer boos. Oh. Kijk, dat masker wat hij nu op heeft, is hier van mijn loterij, hè? Waar ben jij nou? Achter je. Huh, ja, ze heeft inderdaad... Hij... Oh, ik heb een geweldig idee. Wat? Als wij illegaal kleding gaan maken... Oh, wat? Waarom staat hij met z'n... Oh, jee. Oh, jee. Hoe kom je aan die helm? Ja, hoe kom je aan die helm? Gekocht. Bij wie? Quizball! Remco. Die is er niet. Nee, maar niet. Mag niet. Waarom mag je nou weer geen hoed kopen van iemand? Waarom niet? Maar ik... Mijn idee volgens mij 10k. Maar kijk, mijn idee Hij komt nu aan. Hij kan het nu bewijzen dat ik dit ding bij hem heb gekocht. Oh, ik doe even mijn tikje pik aan.
Is Remco er net? Ja, hij komt net binnen. Oh, lol. Waar die is, weet ik niet. Hé, hey, maar mijn idee is... Geld, wat als ik van... Kogel. Kogel? Kijk, als ik van dit blok ijzerstaaf maak, een armorplaat maak en ik zit in level 1 en bij mijn dierenscherm hebben we lapis lazuli, kan ik gewoon een enchanted ijzer chestplate maken of wat dan ook. Heb je dan ook een crafting table? Ja, die staan op... die kan je wel ergens vinden hoor. Bijvoorbeeld in de hoedenwinkel staat er één. Ja, maar dat heb ik dus geprobeerd, maar ik kwam er niet in. Nou, dan moeten we een andere zoeken. Maar het kan echt, denk ik. Want dan zou je ook gewoon mooie dia-armor kunnen maken. Ja, maar dat is wel illegaal. Dus ik denk dat het beste is dat we het zo snel mogelijk verkopen aan iemand. En wat als diegene nou tegen mij zegt... Zullen we het gewoon doen? Easy money. Laten we het maar niet doen. Ik weet dat jij mogelijk... Dat ze jou of een heleboel hebben verdacht. En dat je dat misschien niet waar gaat maken. Ik wil graag in de minister komen of zo. Dan moet je dit dus niet doen. Ik heb twee opties. Maar ik heb twee opties. Zal ik een beetje de criminaliteit ingaan? Of juist de goede? Bankdirecteur kan ik... Ik zou de goede kant op gaan. Ja, maar ik word nu al verdacht van twee dingen. Wat als ik er nou ook gewoon mee doorga? Ja, maar zijn die verdachte dingen echt waar? Dat is niet waar. Maar ik word er wel van verdacht. En ondertussen mag ik dus niks meer... Oh, loopt het vast? Het loopt vast. Poep. Bij iedereen. Ja, ik denk al. Waarom is het ineens zo... Oh jee. Het is best misschien wel een goed idee. Of we eens één keertje proberen. Als je wordt... Jij mag het doen, maar... Oh nee. Okay. Minecraft. Dat was pap. Iedereen. Ze hebben volgens mij die hele server eruit gegooid. Net op dit moment, hè? Rin, kom op. Oh. Nee, maar het zou best wel eens kunnen. Easy money, want zo'n ding, die winkel daarvan is weg. Maar het kost best veel, hoor. Ja, ik zit erin. Ja, ik ook in het regent. Oh, allemaal leads. Gratis leads. Wacht, wat? Er liggen hier al gratis leads, want die waren van die Mikiki. Waar zijn ze heen? Ja, als ze er is, dan... Ze is er al, maar ik heb geen leads opgepakt. Hoeveel heb jij er? Ik heb ze alle vier. Oh, je hebt ze alle vier. Oké, vandaar. Al die ontjes. Oh, let the dogs out. Woof, 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 woof. Let the dogs out. Woof, 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 woof. Nee, maar zoet. Ik wil het gewoon een keer doen. Nog niet eens verkopen, maar gewoon... Ik heb een ijzerblok. Kom. Oké. Maar mag ik dan eerst even wat suiker bijkopen? Of heb je hem al verkocht? Je wat bijkopen? Te drinken, te suipen. Oh, ja. Dat is goed. Maar ik wil dus... Ik heb ook gezien... Ik heb een preview of zo gehad in het ministergebouw. Ja? En daar zag ik al een soort armor. Voor de beveiligheid, dat soort dingen. De normale agent heeft een blauw leather uniform. De iets belangrijke agent heeft een blauw leather uniform met een diamond helm. Dan krijg je een soort SWAT team of zo. Nee, een FBI team. Dat wil ik. Nee? Er was een team of zo, die heeft full iron. En dan krijg en die heeft ook een pistool. Ik wil nu echt en eigenlijk zo graag bij de politie. En uiteindelijk heb je FBI of echt SWAT team. En dat is gewoon diamond armor. Maar als je daarmee gaat lopen, dat kan alleen als je die baan hebt. Dus ik wil het. Nou, ik wil in ieder geval 1 mineraalwater. Ja, 10 euro. 2 limonade en 2 koffie. En 2 milkshakes. 2 limonade, 2 koffie. Nee, wat zei je nou? 2 limonade, 2 koffie en 2 milkshakes. Yep. Dat is... Even denken hoor. Wat was volgens mij in ieder geval 10 vormen mineraalwater. Ja, daar krijg je ook een koekje voor. Want en dan heb ik 2 milk... En heb ik hier nog volgens mij een 300. Oh, aan de verkeerde kant. Ik ben niet zo erg geweldig met rekenen, maar ik vertrouw jou aan de ene kant wel. Het ligt hier nog. Oh ja? Wacht. Ja, het geld ligt hier nog. Waarom kan je nou niet pakken? Oh, nou heb jij het. Ja, wacht. Zo. Alsjeblieft. Hier, waarom blijft die kist openstaan? Nou, weet ik niet. Oké, maar...
kom. Ik maak eerst een vegetarische ijs. En nu heb ik 9 iron bars. Oh, ingots heet het. En de world is gesaved. Zie jij dat ook? Vraagteken 8, wereld gered. Ja. Maar kijk, zou ik ook nog een wijntje mogen? Oh, ja. Maar ik heb nou 9 gold ingots. Daar kan ik ieder soort stuk armoedje van maken. Dus zou ik voor de chestplate gaan? Zou ik voor de chestplate of de broek? Je vergeet het broek, ja. Ook ja. Ja, of ik... Nu heb ik een heleboel koekjes. Jij kan heel goed gold maken. Ja. Ja. Ik heb net toch geld ingewisseld. Oh. Kijk, hier zit een crafting table. Ja, maar je kan er niet in. Nee. Je kan er niet in. Er is er vast wel ergens anders nog één. Ik weet dat... Ik heb er wel eens anders. Bij wie? Ja, die is toch weg? Ja, daar stond er een. Bij die dat grote gebouw waar je ook wat kon kopen. We moeten gewoon even zoeken. Er is er vast een. Kijk, dit wordt de sushi bar. De bluppende vis. Waar? Hier, in het R5 gebouw. Oh. Loopt het nou weer vast? Samen. Een beetje. Nee, ik sta gewoon even... Ik ga gewoon even stil, want mijn computer was aan het zeiken. Waar is nou... Oh, de Ark. De Ark wordt de sushi restaurant. Nee, daarnaast. Oh. Ja, sushi! De blubberde vis! Sushi! Gaan ze dat dan ook nog helemaal veranderen in... Ja, daar gaan ze toch... Kom, we moeten even crafting tables zoeken. Waar? Ja, ik weet er nog één in de meubelzaak, maar de meubelzaak aan het bouwen... Oh, die bruggetjes mist een gedeelte van. Nou, niet belangrijk. Misschien in de... In het tuincentrum of de bank? Een snoesje. Kom ik dat tegen. Oh, misschien in de... Nee. Even denken, waar? Ik ga even kijken in de Apple Shop of er daar misschien een is. Ja, kijk daar maar. Je zou kunnen vragen of je er eentje in je loterij zou kunnen mogen verkopen. Wie wil nou een crafting table krijgen als prijs? Weet ik niet, maar... ik ben er nu wel achter dat die... Je weet toch die grote breekbeeld tv die hier stond? Ja. Die is kapot. Huh? Tot hoever? Je hebt van de onderkant heb je een stukje. En van de boven is weg. Ik kan straks kijken, maar... Oh, ik heb even eten. Shawarma. Ik heb een half stek shawarma. Hé, je kan dit huis... Van als je een huis beklimt, hè, krijg je 1.000 boete. Als je een huis klimt, het huis beklimt of een gebouw beklimt wat niet van jou is. Maar dan moet je even in het politiebureau kijken. Achter de balie moet je even inzoomen. Of een, ja, moet je even wat beter kijken. En dan kan je daar dus... Dat is wel slecht misbaar, inderdaad. Ik ga even kijken. De enige crafting table is serieus alleen daar. In dat, of misschien hier binnen. Nou, nee, ik zie er ook niet echt in. Oh, kop heb. Waarom is dit hier afgezet, die groentewinkel? Oh, Goonieshof is nu echt heel boos. Oeh. Hier, deze winkel was laatst verkocht aan Panda Planet. Maar nou staat hij meteen al, is hij omsingeld om Hein te zijn. Haha, Jordy zit hier zit boven in het politiebureau en die vindt het daar blijkbaar wel leuk. Ja? Ja. Ja, die zat er een tijdje terug ook al in. Hij blijft daar nog wel een maandje. Ja? Wat heeft hij gedaan? Oh, de bedreigingen met Nimki. Oh ja. Oh jee, ik word gebeld. Ja, bij mij werd er ook ergens gebeld, maar... Nee, maar ik bedoel met Skype. Oh. Ik vroeg haar gewoon toe. Oh, wow, hoe doe ik dat? Oproep Sam. Hallo? Hi. Lars? Ja? Oh, jullie zitten nou bij elkaar. Oké, leuk. Ja, super gezellig. Ja, super gezellig. Weet jij, Bussing, weet jij toevallig waar een crafting table is, ergens in Plastopia? Ja! Waar? Dat is in de kledingwinkel van Shimasha. Eentje waar ik stiekem... Auw, ik krijg auw. Ik krijg ineens een keiharde piep in mijn oren. Dat kon je doen. Met het ene gebouw van Dev, maar die is weg. Ja, maar hoe kom jij eigenlijk aan die chestplate, die ijzer? Ik! Ja. Ja, ik vroeg het me af. Wanneer? Van jou! Van mij? Jullie hebben de snelle frikandellen. Huh? Snelle frikandellen. Die hadden we weer gekocht van Def.
En Naomi kocht hem weer van Snelle Frikandellen. En toen kocht ik hem van Naomi. Ja, oké, ik heb hier eigenlijk ingots gemaakt. En daar wil ik illegaal kleding van maken. Maar ik wil eerst een crafting table vinden. Maar zeg even tegen je zusje dat ze mijn plot niet mag kopen. Julia, je moet van Buusnik zeggen dat je haar plot niet mag kopen. Okay. Wat? Al deze deuren hier zijn open. Je kan zo hier de rechtszaak binnen. Wacht, wat? Je kan de rechtszaak binnen? Waarom zou je dat willen? Weet ik veel. Wie weet dan daar een crafting table? Ik heb een plot nodig. Een van jullie lijkt heel erg op Femke Lars. Ik heb Flyex. Femke Lars, ik heet Flyex. Ik heb Flyex. Oftewel, je staat gewoon op barrier blocks. Nee. Oké. Okay. Trap. Poortje dicht. Hier is niemand kan geweest. Niet. Oh, er moet toch ergens een craft table zijn? Kennen jullie iCloud? Wie? iCloud. Wie? iCloud. Wie? Dat is een programma. Nee, nooit ken ik niet. Goed. Nou, hebben jullie Apple dingen in huis? Nee. Oh my god. Ik gooi het gewoon in de brievenbus van de politie. Wat gooide je erin? Een ingots. Ha. Van wie zal dat nou? Oh, M-I-Yellow. Hé, maar... voor de mensen die het nog niet wisten, bij de 50 subs... Nou, dat heb ik in de vorige video al gezegd. Bij de 50 subs ga ik mijn café weggeven, dus schrijf je daarvoor in. Schrijf in een briefje alleen je Minecraft-naam en doe hem in de briefbus bij bij de dierenbescherming. En als ik de 50 heb, ga ik hem legen. En dan ga ik met Google Randomizer... de stemmen, ja, kijken wie het café wint. En dat ga ik ook filmen, zodat jullie kunnen zien dat het gewoon eerlijk gaat. Oh, en je neemt dus nu al die tijd op. Dus vergeet je niet in te schrijven. Dus abonneer op mijn kanaal, Goudvis02. En like deze video, dus doe een blauw... Oh. Dus doe een blauw duimpje omhoog op deze video en abonneer op mijn kanaal. Wat is er zo grappig? Oké, nou, tot de volgende video van mij.